Goedenavond, Otto, Ben, Jan. Hartstikke mooi dat ik hier weer terug ben vanavond. Ik heb al een keer één man mogen interviewen. Ons alle Johan Verschuren, de groeten allemaal. Ik vind het hartstikke goed met hem. Hij is erop vooruit gegaan, want hij praat me heel kort aan de telefoon. Ik heb hem even gebeld. Allemaal de groeten. Ik heb een keer... Nou, Katty, morgen interviewen. Vandaag heb ik er drie. Wie weet zit ik hier de volgende keer met de fanfare. Maar goed, vanavond. Ik ben er wel trots op dat ik ze binnen mag halen. De broers die Oplo op de kaart hebben gezet, lees ik overal. En ik laat ze even één voor één binnenkomen. We beginnen met Jan van Katwijk. Dag Jan. Vanavond in de krak. Ik zal even hier gaan staan. Je bent gewend dat je mensen achter me hebt, denk ik. Een goede wielrenner redt ze achter zich. Ja, ja, maar niet altijd. Hè. Even jouw palmares. Ja, dan begin ik met dat je in de 60 bent. Dat is dan een mindere prestatie. Ja, een goede prestatie, dank je wel. 8 zegens als prof. De 8 van Gaam gewonnen. Etappe in de Ruta del Sol. 4 keer aan de Tour meegedaan. Veel meer gewonnen. En na jouw actieve loopbaan een fietsenwinkel in Waalden. Ja. Zo denk ik het goed. Ja. In het kort. We horen nog veel meer van hem. Want we hebben er nog 2. En de volgende die komt is Piet. Piet van Katwijk. Dag Piet. Voor jou de tweede kruk. Piet, stuk jonger. Dat ziet u meteen. Ik vond het wel... Ik vond het wel mooi. Je kwam binnen, je gaf Appie een hand en zei je Pantani. Maar ja, het lijkt wel de hele familie Pantani dan hier. Maar jouw palmares, 57, 32 zegens als prof. Ook de 8 van Gaam, abonnement. Etappes in de Ronde van Zwitserland, België, Luxemburg. En 3 keer aan de Tour meegedaan. Meegedaan. Ja. Uitgereden, daar komen we dadelijk ook nog wel op terug. En de jongste van het stel, daar ziet ook meteen onze Fons, Fons van Katwijk. Dag Fons. Welkom. De laatste kruk. Ja. Fons, de ronde van Aragon. Zeg ik het? Aragon. Aragon, ja. Ik heb hem niet gefietst. Een etappe gewonnen in de Vuelta de España. 2 etappes. 2 etappes gewonnen. Ja, ik zal dadelijk zeggen waar ik mijn gegeven van heb. Een etappe in de Ronde van Nederland. Ook nog veel meer als amateur. Samen goed voor 100 overwinningen, mensen. Uitblo, de jury vergaten. Nou is het een prachtig rijtje zo, maar als je nou een beetje draait allemaal, met mijn neus door de worst van Pietje. Een beetje draait, zo ja, dan is het net een klein pelotonnetje. En dan ben ik... De nauw is naar achteraan, hè. Probleem? De nauw is naar achteraan. De nauw is naar achteraan, ja, je zit altijd de wind. Die is het slimste, hè. Want die jonge hond maar de wind opvakt. Dan voel ik me eigenlijk een beetje een ploegleider. En Appie, heb jij nog misschien een ploegleiderswagen voor me? Kijk, een wiel hebben we al. Kijk eens aan. Zet er maar geen kant op, op het podium toe. Het is een hele constellatie. Kijk, er komt er nog een zitting aan voor me. Waar ik altijd willen zijn, hè. Als ik die bos zag. Zo. Nou, dat is het. Nou, ik wil ook nog eventjes... En om het compleet te maken... En voor wie dan wel? Van de Van Katwijks. Nou mensen, we kunnen aan het rijden gaan. We hebben 19 minuten gekregen op het programma. Fons, dat is een beetje doortrekken, want doorfietsen, 19 minuten is niks als je het nog wel zin hebt. Ik heb mijn informatie een beetje van Wikipedia. En dat is ongelooflijk mensen, echt waar, we moeten maar eens proberen. Internet, Wikipedia, 8 pagina's over de familie van Katwijk. Ik heb ook even gekeken.
Burgemeester Peter, die had helemaal niks. Zijn Timmes, die had 3 regels. Oplo, die had een halve pagina. Maar daarvan is weer de helft over hem. Ben ik er trots op? Ja. Ja, ik ben best trots op. Zeker als oplonaar. Dus daar ben ik best trots op. En ja, het blijft heel lang doorsudderen. In het begin, de jeugd, die weet het niet zo meer wat de verkatelijk zijn. Wat ze gedaan hebben. Maar de leeftijdgenoten allemaal wel. Ja, daarom is het mooi dat je zo'n avond hebt. Ja. Dan kan die jonge gasten dat ook nog eens vertellen. Piet, was het echt ook wel plezierig om Robert Verhofstadt mee te nemen? Nou, we moesten natuurlijk toch iemand hebben die op die reservewielen past. En Robert en Gerard, die zijn hier nog niet zoveel, dus. En dan had er ook niet zoveel last van. Dus die zat er achterin en vond en ik zat er dan voor. En we praten dan tegen elkaar en dan kwam er de koers aan en hadden we dus een verrek, die hebben we ook bij ons. Ja, het is belangrijk dat je na de koers denkt, vrek, die hebben we nog. Dan vergeet hem mee naar huis te nemen. Misschien in de familie nog mee. Maar dat is goed gedaan. Nee, dat was best wel leuk. En het is altijd natuurlijk van zeker, want je moet toch... tegenwoordig is dat allemaal geregeld dat er een speciale plek is voor ze de reservewielen bestaan. Maar toen in de tijd was dat niet. Ja, en als er niemand bij stond, dan hadden we wel eens kans dat ze naar de koers weg waren. Dus vandaar dat je toch wel altijd moest zorgen dat iemand bij gaat. Ja, waren ze ooit weg? Moest ook ooit Steensbeek fietsen dan? Ja, maar Steensbeek, daar kwam wel eens lang, maar dan reed meestal maar wat harder deur. Man. Hey, ik heb mijn informatie, ik heb het op de achterbank liggen. Prachtig boek, Tirelli. Jullie kenden het allemaal, ik word erin gegeven, maar je had het allemaal al. Ik had het ook maar gekregen. En dan hier heb ik een prachtig boekje, dat is in juli uitgekomen. Er zit een heel mooi artikel over jullie in, van Ties Aben, van Wilfried en Roos. Dus ook een journalist, die had een hartstikke mooi artikeltje geschreven. Dan las ik uit dat jullie uit een gezin komen van 11 kinderen. 6 jongens en dan 5 meiden. Ja, hoe kun ik dan toch in godsnaam tot fietsen komen? Want wij waren met 13 en we hadden samen 2 fietsen. Nee, wij hadden toch wel allemaal een fiets. Dus dat was, bij ons dan in het voorhuis, daar stonden al die fietsen. En dat was eigenlijk ongeveer hetzelfde als bij Frans Lins of bij Jure Smit binnenkwam. Er stond ook hartstikke vol met fietsen bij ons dus ook. Ja, bij Frans Lins ben ik nog alles geweest, ja. Maar ik begreep dat ik eigenlijk begonnen bent met fietscross. Daarna hebben we fiets, dikke banden en dan ging ik mee aan het fietscrossen. En ook meer naar de kerk en vooral meer naar huis, heb ik begrepen. Dat was een wedstrijd op zich altijd, hè? Wie het eerst thuis was. Ja, eigenlijk. Zo als de pistool weer de zegen gaf, dan naar achter en dat was een staatsschop. Zegen was een staatsschop. Ja, klopt. Bij ons had hij ook 13 keer het staatsschop gegeven. Maar dan... Ja, dat was eigenlijk, want Jan die was dan wat ouder, maar Fons en ik, wij waren dus, we scheelden niet zoveel. Dus, wij waren ook altijd wedstrijdjes aan het houden en dat ging op iedere manier, of dat we nou uit school kwamen of waar dat we ook naartoe gingen. Want ik heb wat drinken trouwens, onderweg. Ja, nee. Ja, want het zijn halverwege koers en goed. Normaal gaan ze altijd met zijn zak langs het parcours, dat je drinken kunt pakken. Nee. Kijk, zit er, terwijl je het verkeerde binnengebracht, dan moet je aan dat is niet vroeger aan het van die flessen, dat je de knop af moet draaien. Nee, we hebben wel een slechte verzorger, want het kreeg een lege bidon. Dat was altijd zo, hop, weg. Fons en ik hadden altijd heel veel wedstrijdjes rijden. En dat verhaal dat we uit de kerk kwamen, dat was inderdaad dan. Maar er was altijd iemand, het valt me nou ineens, er was altijd iemand die we inhaalden, Fons in de kerk. Maar die vertrok altijd verder de bestuur de zegen gaf. En dat was Louieke van Maris, die schilder die in de Waterwolle schouwd worden. Die was altijd voor ons. Ja, maar die ging niet de communie. Die was dan wel weg. Ja, dat weet ik niet, maar die haalden we altijd het eerste. Dat was de enige land die eerder weg was als wij. En
toen was er een keer, toen was ik net even iets eerder in de kerk uit als Fons. Dus toen lag ik 100 meter voor. Nou, en ja, dat was meteen vol een pak. Naar het hoogveld toe. Dus en, ja, hij kwam op het laatste moment, dan hadden we dan het hoogveld op, dat was nog een grindpad. Nou, en toen had hij toch het gat dichtgereden, maar we hadden ons allebei zo helemaal kapot gereden. Dat... Ja, moest je nog eerst sprinten, hè? Ja, ja, dus, toen klopte Fons win. En, maar we hadden de presteerde hem zondagsmergens uit de kerk ons in 2 kilometer helemaal leeg te rijden. Ik viel thuis tegen de muur aan en ik half kotste en ik roep: water, water! En een vriend die kwam naar binnen, was water gaan lopen. En zijn Fons die viel helemaal lijkbleek in de stoel neer. Dus thuis zo kwamen wij uit de kerk. Ja, ja, en toen zaten jij heel veel op de televisie zitten. Nee, die was het toen nog niet. Ik heb daar vooral niet meegemaakt. Want ik ging niet naar de kerk. Ja, maar ik was vanmorgen om 8 uur al naar de kerk. Want ik moest smiddags in Limburg, dan ging ik met de fiets naar Boxmeer, op de trein daar, naar Limburg en ging koers. Dus ik was al naar de vroegmis geweest en hun ging naar de hoogmis toe. Dus, want ik moest eerder te koersen. Maar we hebben ook een keer een sprint getrokken dat jij over de kop sloeg. Ja. Dat je een groot gat in je hoofd had. Moest je nog een wedstrijd gaan rijden. Dus. We waren met drieën waren we aan het sprinten op die grindpad. En ze sloeg mijn voorwiel, dat trok ik onderuit en toen ging ik over de kop. En dan gaat hem in de kop. Ja. Maar zo ging gewoon ver. Dus ik won niet. Dan was hij in de Fons van neer. Maakt niet uit hoe je wint, Fons, als je maar wint. Ja. Jan, jij had dus eerst een licentie gehaald. Ja. En Pieter Fons die ging mee naar de koers. En van zelf verdiende geld had ik toen een fiets gekocht. Hoe kun jij dan geld verdienen als je zoveel moet trainen? Nou, bij mij was het namelijk zo. Ik weet nog dat ik mijn eerste fiets ging halen in Nijmegen. Met Jan samen, bij Kirsten. En daar ging ik met Jan op de fiets naartoe, maar ik kocht er een frame. En dan moest ik terug mee op de fiets. En ik weet, ik kwam in Bergendal en ik kwam niet meer vooruit. En Jan me helemaal naar huis moeten duwen, met de fiets op de nek nog. En dat was eigenlijk mijn eerste frame. En wat omgebouwd werd als een wielrenfiets. En dat, Jan. Maar ik weet ook nog dat, Bustraan uit Amsterdam, die kwam bij ons een keer 3 nieuwe fietsen brengen. En dat was het eerste wat hij vroeg toen hij bij ons kwam, hebben jullie de lotto gewonnen of zo? Ja, dat was zeldzaam dat ze bij in één familie 3 splinternieuwe fietsen afkwamen leveren. Jullie waren boer thuis? Wij waren het boer thuis en ik had zo'n rood sperverken waar ik al mijn spercentjes in duwde en ik zag die man aankomen met die fiets en ik heb mijn mes erin. Want die moest open, want het geld moest eruit. En ik vlucht geld of ik genoeg had, maar ik had helaas niet genoeg. Dus ja, vader moet het toch maar wel bijgelegd. Dus ik had toen mijn eerste nieuwe fiets waar ik heel trots op was. Ze zullen nooit spijt gehad hebben dat ze het bijgelegd hebben voor ons, dat weet ik zeker. Een wielerclub in Siebengewald, die mocht jullie als eerste als lid verwelkomen. Ja, Jan, doe maar een pils, ik mag er 2 hebben. Maar Siebengewald? Was er verder in de buurt niks? Of? Nee, verder in de buurt hadden jullie geen ene wielerclub zitten in de regio. Als Siebengewald tegen de Duitse grens was een beetje. En dat was eigenlijk een beetje de uithoek van Nederland, zeg maar. Ja, Buitenlust, Helmond had je dan nog. En, ja, maar dat was ook en Nijmegen. Nee, we hebben ze voor de katten bij ons weggehaald in de Noord. Nee, nou, als ik ga fietsen, dan weet ik ook niet. Dan zou ik bijna de reservewielen zeker kwijt. Maar moest er nou veel verlaat? Dat is niet uitgang, drinken, roken, vrouwen. Ja, laat ik het nog mee gehad hebben, ik zag zo'n wedstrijd. Ik moest straks, toen we dat filmpje zagen over het roken, toen moest ik nog even terugdenken, zagen we dit. Dat oude is erop hadden dat van verre, maar dat is altijd al geweest, want ik ben, dat zijn we eigenlijk allemaal, dus wel een beetje in allemaal wat bij de van verre geweest. En ik was toen bij de tamboerkorps en dan moesten de leden anders allemaal met oude is erop gaan halen. En iedereen die kreeg dan een pakje sigaretten. Dus toen was ik denk ik, volgens mij een jaar of 10, 11. En ik kreeg ook zo'n pakje, er waren dan cross sigaretten. En er zat nog 10 in. Dus
En ja, nou kunnen wij dat niet voorstellen, maar toen kreeg ik het dus. En dat is eigenlijk de enige keer dat ik een pakje sigaretten op heb gerost. Dat is toch hartstikke mooi gevaren, dat is ook aan de kinderen denken. Maar jullie hebben enorm veel farm opgebouwd, oploot, leefde helemaal mee. Hoewel, het leefde helemaal mee. Ik heb ook begrepen dat het eigenlijk half meeleefde. Ik had twee kampen in Bloemen, ik had ook nog Maatje Gerrits. Ja? Ja, ik was hier in Sint-Willebrand van Oost-Brabant. Ik geloof dat Jan het ooit gezegd heeft, of niet? Maar ik had twee kampen. Ja, we hadden natuurlijk had hier meerdere buurmannen. Niet alleen Maatje Gerrits, maar had ook Frans Thijs. Jan van den Berg, en een latere generatie hadden we een Radje Kupers. En een latere generatie hadden nog een aantal jongens. Maar toen waren Jan was een amateur. En ik werd ook amateur. En Maatje Gerrits was een amateur. Dus en ja, toen had ik natuurlijk de reden met drie mannen in een wedstrijd. In dezelfde categorie. En ja, we waren vrijwel alle drie sprinters. Dus. En ja, eigenlijk het mooiste verhaal is het verhaal van Erle Riksel. Ja, daar de onder van Erle Riksel, ja, dat we in een kopgroep zaten met vier man. Piet van der Kruis, Maatje Gerrits, Jan en ik. En Jan die reed lek. Dus en toen waren we nog met z'n drie over. Toen hadden we nog geen, toen mochten we niet wisselen, hadden geen reservewiel en zo. En toen bleven we met drie man over. En Piet van der Kruis die had het waarschijnlijk toch in de gaten. Dus die demareerde. Maar ik wist dat Maatje was, ja, die was wat ouder, ik was nog volgens mijn eerste jaar als amateur. En toen had ik zoiets van, ja, als geen wil het winnen, dan ga Piet van der Kruis maar terughalen. Ik denk, als je dat doet, ja, dan is hij dadelijk misschien wat meer mee en dan kan ik hem misschien wel kloppen. Dus, maar ja, Maatje die deed dat ook niet. En ja, toen kwamen die supporters in touw. Dus we hadden echt het kamp van Verkampwijk en het kamp van Maatje Gerrits. Nou, ja. Dat ging echt, dat ze wat midden op de weg stonden. En dat ik zo denk van jeetje, want dat is dadelijk dat slot in van de fiets. Ja, dat doen ze ook. Dus dat was eigenlijk, dat was wel heftig, maar ja, dat is eigenlijk in het heetst van de strijd. En daarna, toen, na de wedstrijd, ja, toen zijn er toch nog wel wat woorden gevallen. En, want Ben Verhoeven en daar waren er nog, bijvoorbeeld Maatje Gerrits aan de kant, ja, dat ging toch voor het kort neem de sloan af. Theo was erbij. Dus dat was allemaal nog wat heftig, maar toen Gerrits dus. Dus toen weer, maar uiteindelijk viel het allemaal wat een bit. En, dus daarna dan is het toch wel allemaal even. Het is duidelijk dat veel ons maakte. Ja, dus zeker. Ja. Maar dat was eigenlijk afgelopen, die rivaliteit, toen hij een profcontract had. Want ja. toen waren echt heel erg trots op de Verkampwijks. En toen begon het ook heel interessant te worden. Maar eerst is Piet Leuvenkracht naar München, ja. Een hipspeler geweest. En Elfde? Daar was ik Elfde, dat was eigenlijk waar Henny Kuiper toen Olympisch kampioen geworden. En ik werd toen Elfde, ja, alleen dat was natuurlijk weinig belangrijk, zeker als je dan een Olympisch kampioen hebt. Dat was ook de Olympische speler waar toen de Israëlische ploeg vermoord is, of dus gegijzeld zijn en zo. Alleen. Ik ben afgelopen winter is die film geweest van Munnik. En toen ben ik eens gaan kijken en toen heb ik mijn eigen eigenlijk pas gerealiseerd wat er eigenlijk gebeurd is. Ik heb daar nooit besteld, want ik was er en dan hadden we wel soms van telefonisch contact met u, maar wij wisten eigenlijk niet wat er precies aan de hand was. Want wij gingen gewoon trainen en hielden wij je dan niet meer bezig. En toen ik die film gezien heb, toen ik uit de bioscoop kwam en toen we naar richting huis liepen in de bos, toen realiseerde ik me eigenlijk van jongen, ik ben daar aan het sporten geweest en daar werden gewoon een hoop mensen vermoord. Ja, want toen is het aan de sporters gelaten, of ze bleven of naar huis gingen. Ja. En als je alles geweten had toen, waren je dan naar huis gegaan? Nee, dat heb ik niet gedaan. Je bent daar zoveel jaren mee bezig en ja, ik vind ook dat is in principe toegeven aan terrorisme. Kijk, want als zij het voor elkaar krijgen dat zoiets als Olympische Spelen, als die gestopt worden en af worden gewoon, ja, dan is het einde zoek. Ik denk dat het ook de juiste beslissing is. Dat iedereen voor zichzelf beslist of dat het er wel of niet bleef, dat vind ik een goede zaak. En degene die dat niet vond, ja oké, dat is ook respect. Maar van de andere kant, het is ook goed geweest dat het wel doorgegaan is. Dus het komt wel de juiste beslissing. Fons, jij bent in Montreal geweest, de ploegentijdrit? In 1976. 76.
Geweldige ervaring. Geweldige ervaring. Ja, waar je eigenlijk 4 jaar later pas beseft dat je daar, als je dan voor televisie zit en je ziet dat allemaal met zo'n lip speelt, dan besef je eigenlijk pas, hé. Hey. Maar op het moment dat je er bent, ja, ben je zo met je sport bezig. Dat je het eigenlijk niet echt in nee. Wat er in de wereld gebeurt, dat het is. En ja, dat heeft bij mij toch wel een diepe indruk gemaakt. Dat kan ik me voorstellen. Dan hebben jullie profcontract, Jan en Piet. Grote profploeg, Frizol en Tirelli. Piet, ja, een beetje pech. Er waren toen nog maar 1 grote ploeg. Dat was Vol. En er was geen andere echte grote ploeg voorradig. Klopt dat? Ja. Dus je hebt eigenlijk nooit echt voor een grote... Echt, ja, groot team. Ik ben in een Belgische ploeg terechtgekomen bij Merck Zeepcentrale. En daar zaten toch wel grote renners ook in. Onder andere Herman van Springen, Patrick Secu. En de, ja, op zich was dat best een hele goede ploeg, maar niet op het niveau wat bij rally was. Nee, maar dat kunnen we wel aan doen. Ik heb nog. Kijk, dat kunnen we toch in een avond, in elk geval. Maar goed, ja, ik zag daar ook Zeepcentrale, autoschade, snacks, rijwielhuizen. Ja. Je zult thuis wel vol hebben staan. Nee. Ik heb een paar jaar bij Bordeaux gereden. Dat was ook een Belgische ploeg met Roger de Vlaming en Freddy Maerts in de ploeg en zo. En dat was, op zich was dat best een schitterende ploeg, wat ook met Lom en Triester als ploegleider gewoon goede resultaten behouden. Maar ja. Nee, je hebt echt pech gehad, want dat heb ik ook begrepen van de andere twee. Jan had het meeste talent, staat bij Fons, heb ik begrepen. Ja, de Fons had... Het meeste atletisch vermogen, denk ik. En dat is er eigenlijk de goede aard en de zachtheid van zijn karakter is er dat eigenlijk nooit zo uitgekomen. Hij was veel zachter als wij. Wij konden als ons een beetje tegen zat of ze begonnen tegen ons, ja, dan hadden ze gewoon een hele slechte aan ons. Ja. En Fons die dacht, ja, zacht erin. Ja. En dan die ging gewoon, ze gaan met die verder. Ja. Maar wij gingen daar tegenaan. En dat is nodig in het wielrennen. En dat is nodig in het wielrennen. Maar als talent, als je een gele trui moest geven, dan zou dat Fons zijn, de bolletjes trui. Wie kon er een beetje klimmen? Want ik geloof dat Jan Plo, ja, het viaduct is een beetje in mijn stud, dus het hoogste wagen, hè, dus veel trein. Ik kon er niet, maar is er iemand bij die een keer iets klimt gewonnen had? Nou, ik heb wel een keer in de Ronde van Luxemburg voor amateurs het bergklassement gewonnen. Kijk. En de Ronde van Limburg, dus... Daar hebben ze 2 viaducten. Ja, ja, dus ik kon maar, kijk, echt klimmen, dat is hoog gewerkt. Hè. Dat praat ik, hoewel ik toch ooit in de Ronde van Oostenrijk op de Rosklok, daar heb ik toch ooit, daar werd altijd de tijd op gemeten. En daar heb ik ooit de 9e of de 10e tijd, ik weet het al niet meer, dus van het hele peloton van een dik 100 man naar boven. En dan moest ik onderweg naar de kraf stoppen, omdat er een lawine was gekomen, dus die weg was geblokkeerd. Dus ik moest de fiets op de schouder nemen, door die sneeuw weer, en dan weer verder. Slopen en erop. Ja. De groene trui, wie zou de groene trui van jullie drie krijgen, Jan? Ben jij een sprinttechnicus of een goede sprinter? Nou, ik was vrij goede sprinter, ja, maar ik kwam net gewoon altijd iets te kort. En dat kwam ook wel gedeeltelijk door mijn trainingsaanpak. Ik deed heel veel duurtrainingen. Ik was gek van een hele dag op die fiets hangen. En waardoor dat je de sprintsnelheid verliest, maar dat wisten we toen niet, want wij hadden geen trainer. En we deden maar wat. Wat anderen ook dachten dat ze deden, deden wij ook. Maar de groene trui? Maar ik zat er wel altijd vaak tegenaan. Vroed. Krijgen mij de groene trui. Tactisch was ik wel heel sterk. Wat koers in. Dan heb ik nog 1 trui te vergeven, de kapotte trui. Wie waren de grootste brokkenpiloot? Jij hebt al een keer een gat in de kop gehad. Nou, ik heb eens een keer in de Tour de France in Sint-Malo, dat was een massasprint. En daar werd ik derde. Maar toen stonden die fotografen, die stonden zo dicht over de finish, nog midden op de weg. Ja, en daar kwam een heel peloton met 65 km per uur af. Nou, die fotografen die kregen gewoon geen kans meer om nog naar de kanten te springen. Dus Kees Brim die knalt er tegen de fotograaf op. Die valt achterover, die raakt mij. En dat is allemaal, dat was 20, 30 meter over de finish. Dus
dat moment knal ik gewoon met 60, 65 kilometer per uur. Ben ik tegen die hekken aangeknald. En dan moeten we je voorstellen dat je dus meer dan een uur, anderhalf uur finale hebt gereden. Dus je zit met een hartslag tegen het maximum aan. En dan komt er binnen een fractie van een paar seconden, komt je lichaam tot stilstand. Dat is een gevoel, dat is niet te beschrijven. Ik had het idee van, ik plof helemaal uit elkaar. Ze komen met een klap tot stilstand. En dan op een gegeven moment, dan kom je weer een beetje tot een positieve. En ja, dan bleek het allemaal mee te vallen. En wordt mijn kop wat kapot en die wordt dan gehecht. Zwangpunt bij jullie, hè? Dat hebben we ook genomen. Nou, voor ons is het niet zoveel gevallen. En dan de volgende dag van het volgende. Volgende fiets, zo werkt het toch. Hey, maar sprinten lag jullie alle drie wel een beetje kermiskoers en vaak gewoon hard van kraam. Jan en Piet hebben geloof ik gewonnen. De gouden helm, die is ook gewonnen. Toch? Hebben we allemaal gewonnen. Hebben we allemaal gewonnen. Ja, daar heb ik ook wel verhalen over gegeven. Toch zijn we er zelf wel voor. Ja. Want jullie maakten uit wie hem wou winnen en dan de andere die fietsen de concurrent in de sloot? Of? Nee, toch niet. Nee, zo erg was dat de kou door de bocht? Of nee, geen eind de kou door de bocht? Of, Nee, dat is niet. In de ronde van Ploeg ging het nog altijd, daar hielden we het nog redelijk, dat kon niet maken. Dus voor eigen publiek moesten we gewoon netjes gedragen. Dus, maar we hebben alle drie gewoon een mooi gevonden. Dat is wel leuk, zeker voor eigen publiek. Dat denk ik ook. Dan de Tour de France. Is het hectiek of romantiek? Beide. Ik denk dat het nou hectiek is. In onze tijd denk ik dat het toch wel romantiek ook wel bij te pas komt. Want toen was het allemaal wat amateuristischer. En ja, ik heb nog meegemaakt dat wij ons eigen drinken moesten gaan halen. Wij vlogen daar van de fiets af als ze rustig gereden werd en dan stoven we een café binnen en dat was fles... Ik kon je op fietsen! Dat was een fles hier en een fles cola daar en een fles water in hun nek en dan weer terug naar de peloton. Ja, dat is... Het was boeiend zwaar. Dat was zwaar. Al op de West, verschrikkelijk, ik ben er nog drie keer omhoog gegaan. Ja, werkelijk waar, je wordt 24 jaar, wat kilo's lichter en kapot. Ja. En dan was ik dan met een auto ook. Dus. Echt, en dan moest ik halverwege bij de dorpje dan stoppen. Maar dat is toch ongelooflijk zwaar, hè? Piet, je hebt een keer Jan proberen te redden. Ja, dat was op de Alpen West. Dat begon de leiderschap al. Jan die had een... Zonnesteek, ja. Een patat? Nee, dat was meer dan een patat. Dat was een zonnesteek. En dan moeten wij je voorstellen dat we dus... dat was de laatste aankomst op de Alpen West. En we zaten in dezelfde groep. En, dus ja, maar Jan die kon niet meer. Dus ja, we proberen elkaar toch te tellen. Dus dan moeten wij je voorstellen dat je dus de Alpen West oprijdt. En dan moeten we ook nog... Roer moet ook nog houden. Dus Kerstens was er nog bij. En die ging op de mensen aan het roepen het publiek. Dus en die hebben hem nog gedouwen en zo kwam hij daar op een gegeven moment toch boven nog op tijd binnen. Alleen ja, dan ben je helemaal met toten los. Dus ik heb toch hetzelfde weer als toen op het hoofdveld, dan werd tegen een hek aangehangen en geroepen in water. Alleen de volgende dag, toen vertrokken we aan de voet van Alpen de West en toen moesten we naar Montgenèvre toe in Italië. En toen was er gelijk, het vertrek was weg aan de klim. En Annie Kuiper, ploegmaat, die demareerde meteen. Dat moet je vanuit. Dus, normaal gesproken is dat geen redelijke tempo omhoog, want vanaf die eerste klim tot de volgende klim was 50 kilometer vlak. Nou, dan gaat het peloton rustig rijden. Maar omdat Kuiper gedemareerd was, is een hele dag dat peloton op jacht gebleven. En wij hebben de hele dag met z'n tweeën achter alles aangereden. En dan hadden we renners in, die stapten allemaal af. En uiteindelijk. Ja, toen moesten we nog in Montgenèvre naar boven toe, dus toen was de aankomst ook weer boven. En, maar toen was het al zo kilo van de gouden tijd binnen. En toen op een gegeven moment is Jan gezegd, ja rij maar door, misschien kunnen we het nog halen. Dus toen kwam ik een half minuut later binnen. En Jan die was een paar minuten later, dus we zo post nog proberen. Of dat hij dispensatie kon krijgen. Maar ja, de jury had geen medelijden. Want ze hadden natuurlijk de vorige dag gezien dat ze Jan steeds gedouwd hadden. En dus toen kwam Postum. Post had geen overreding. Om 8 uur, denk ik daar. Kwam Post zo om 8 uur op de kamer. Hij zegt: ja, jullie zijn het koers. Hij zegt: pak de spullen maar in en je moet naar huis toe. Dus we hadden net die rit gereden. Dus toen konden we spullen inpakken. We werden naar een station gebracht.
En dan werden we op de trein gezet richting Parijs, vanuit ja, de Italiaanse grens. Dus dan moeten wij, als ik een hele dag die tour gereden heb, hebben we door nog een conducteur wat geld gegeven, kregen we een slaapcoupé, Roy Schuiter was er ook bij. Dus toen waren we de volgende morgen in Parijs, dan moesten we weer overstappen, de fietsen houden bij ons. En toen waren we smiddags om 3 uur in Roosendaal kwam aan. Dus kwam we terug uit de tour. Komt dan net de finish op televisie zien. Ja, ja. Maar je moet maar zo denken, op de televisie zien het altijd beter als dat je erbij bent. Of je moet verder aan meerijden, dan ziet het ook goed. Dat klopt. Hey, maar hier zitten nou 3 gezonde kerels. Echt waar, ik vind dat je er geweldig gezond uitziet. Nee, dat wel. Hebben jullie nou, we zeggen het tegen niemand hier, hè, dat spreek ik me nou af, maar hebben jullie nou helemaal geen doping gebruikt of is doping nou helemaal niet slecht? Dat je het pak zo uit kunt zien. Nou, het is een gevaarlijke vraag, ik weet het, en zeker als ploegleider zijn. Maar, nou, ik bedoel, einde deed er ook wel eens iets voor jullie. We kunnen daar natuurlijk vragen nooit over. Nee, maar ik vraag het ook, ik praat er niet over. Je kunt daar natuurlijk een hele discussie over houden, over dopingvraagstuk. Dus eigenlijk moeten wij eigenlijk de vraag stellen van, is topsport gezond? En ik denk, het topsport zoals als een van, zeker de duursporten zoals wielrennen, is per definitie niet gezond. Alleen, je gaat je lichaam trainen, en steeds sterker trainen, verder trainen. En je gaat het zo trainen dat je op een gegeven moment in het rood kan rijden. Nou, dan, maar jouw lichaam kan nooit zo snel herstellen. Nou, wat is er dan op tegen dat jij medicijnen gebruikt om, die om te kunnen herstellen? Alleen dat is het probleem van wat mag wel en wat niet. Nou, ik geef er ook wel niks om, maar ik gebruik. Nee, maar het verhaal van natuurlijk van. Kijk, en ik ben nooit positief geweest als amateur. Dat was op neusdrop. Ze kunnen zeggen ja. Daar staat Efedrine in. Efedrine staat op de verboden lijst. Ik ben altijd positief, hè. Dat moet altijd positief blijven. Dat is gewoon, en dan doe ik dat niet, en dan kan ze er mee aan de gang. Die verwend is ook, dat is gewoon een goede positieve dokter. Ja, dat is heel positief. Maar kom er dan met Wijnen over praten, of niet? Nee, Wijnen, die, dat was een hele goede nieuwsarts. Maar was geen, die was niet in het sport geïnteresseerd. Nee, maar neusdruppels had hij wel. Dus ja, die had hij wel. Maar volgens mij, die neusdruppels waren positief, was die waren niet voor mij. Maar Jan, jij zegt er niks over, dat is ook het beste dan. Hè. Nee, ja, we moeten ook zeggen. Nee, dat is ook zo. Nee, we moeten ook niet te veel over praten, dat doet Peter Winnen wel, die praat er alleen maar over. Nee, maar het is gewoon zo dat, dat die producten die toen niet positief meer waren. Daar ben je nou positief op, dus het evolueert steeds meer. Ja. Nee, dus het wordt steeds ingewikkelder allemaal. En ja, wat er allemaal nou gebeurt, dat kun je absoluut niet meer volgen. Dat het is, blijkt ook een sport een beetje te worden om het te pakken. Ja, kijk, nou wordt het ook hoog begeleid door professoren en medicijnen, testen, apparatuur en alles en hoogtestages en noem maar op allemaal. Ja, ik zou je ook, het is wat veel meer als fietsen. Hennakjes, we zijn er bijna. Eten voor en tijdens en na de koers. Wat aten jullie? Pasta's, hè? Moest flink suikers binnenkrijgen? Of aten jullie nog in de liefde? Vroeger werd er geen. Pasta's. We hadden de pond gaf thuis. Ja. Wat nou, bij ons thuis gegeten werd meestal toch wel nog gewoon gegeten voor de wedstrijd. Maar. Later kregen we dat we dus dan wat hadden jullie aten bracht zo doen? Ja, zo'n bakje met rijst en dat ding. Ja, rijst. En dan rijstpap en gewoon ook tegen. Zeg. Maar, we hebben het over Jos Rutte hier, de slager. Want wielrenners moesten biefstuk eten. Maar ja, wij kregen thuis echt geen biefstuk hoor, want dat zat er niet aan. Maar wat wij wel kregen, dat was lever. Dus, en wat er gebeurde, en met Pietje Willems 12 man in 2 kippen verdelen. Ja, ik ken het probleem wel. Maar van Pietje kregen we de lever en daar zat veel ijzer in. En die kocht toch niemand. En dan heb ik wel van de smoe gehoord dat ze die dan dikwijls ook af Pietje die zomer mee, die was voor de jongens. Want dan konden ze gewoon iets van fietsen. Maar dan ben je aan het fietsen en dan gaat je lever op gebeuren. Ja. Nou, Helge, ik zie dat wel eens zo van achter gefilmd. Daar hebben ze zo'n strak boksje aan. Ja. Je rijdt 50, 55. Ja. Gewoon, dan gaat hij dan
dringen. Hij drukt al tegen het doek aan. Hij moet eruit. Nou, je weet dat je nog 3 uur koers hebt. Dat gaat er ook niet op zitten houden. Want je houdt geen beeldspieren over. Hoe doen jullie dat? Nou, je ligt aan wakker naartoe. Dus houd de boodschap. Houd de beeldspieren gewoon dicht, hè? Dat meent u niet. Kun je dat 3 uur ophouden? Oh. Nou, of je stapt af. Kijk maar. Je kunt dan natuurlijk bij veel gebreid bewegen dan ver op zijn wedstrijd. En een lichaam die reageert erop. Dus je gaat het sowieso altijd voor de wedstrijd gaat het naar de wc toe. En zeker met zo'n lange etappekoers. Alleen het pissen, dat kan je onder het fietsen doen. Ja. Daar hoef je niet voor af te stappen. Maar ik weet wel een keer. Zijn mensen aan het eten of niet? Dus. Ik heb ooit meegemaakt in Milaan San Remo met Jan Raas. En ja, Raas die kon Milaan San Remo winnen, maar die had toch last van diarree. Dus, en dan ging gewoon op de fiets, ging die broek naar beneden, achter zijn zadel, en ging erachter hangen. En pas aan de vlog in de achterwiel. Nou, het hele punt onlang dubbel. Die vuile weer, man. Nee, dat kan ik me eigenlijk voorstellen. Ik heb er wel eens gezien dat ze heel vuil waren. Maar dan ligt hij door. Ik heb ook wel eens gezien een filmpje op internet. Dan zaten er hele persen. En dan ging hij met zijn hand in. Ja, echt wel met zijn hand in de box. En dan gooide hij een soort merm in. Nee, heb ik nooit gezien. Ja, dat is echt. Die had je een mooie vast. Dat weet ik. Maar goed. Kinderen, die hebben het een beetje opgevolgd, hè? Alleen Nathalie en Ferdi, dat zijn de talenten van nu. Wat de dingen wisselen. Zijn er veel verschillen met verzorging en voorbereiding en training enzovoort? De naam, wij hadden echt iets waar we gingen er echt voor. Tegenwoordig, als Carlijn zie en Ferdi, ja, die doen dat, je moet dat echt plezier in hebben. Maar wij gingen er echt voor. En want dat is het grote verschil. Ja, ik heb toch wel wat moeite om er soms, ja, alleen had dan wel behoorlijk wat talent. En dat vind ik dat heel jammer, omdat dat zo laat zakken eigenlijk. Ja, maar het is niet laat, maar op de begeleiding alles eromheen. Ja, tegenstrijdig met waar jij werkt. De belevenis van het wielrennen zoals wij dat beleefden en zoals ze dat nu beleven is een totaal anders. Ja. Dat is wat een heel, heel verschillend. Het moet gezellig zijn en het moet, ja. Van de ene kant is dat goed en van de andere kant zeg ik, ja, als je dan toch er ver kunt komen, dan is het wel eens jammer. Ja. Heb ik nou gevraagd, ben er gruwelijk rijk van geworden? Nee, absoluut niet. Fons, die heeft nog steeds een profcontract, hè? Ik zie tenminste regelmatig fietsen in de kleur dat je er veel betaald wordt. Ja, ieder maand krijg ik nog een salaris, dus ik fiets nog steeds. Ja, maar wij hebben eigen publiek, hè? Maar wij hebben namelijk ook. Ja, maar als een fans gaat je zelf af. Maar je kunt het overslaan, want het is allemaal blauw. Goed, volgens is postbode geworden. Jan, fietsenzaak. Ja. En dat gaat goed. Dat gaat goed, ja. Veel uren maken. Weinig verdienen, ja. Ik ken het weinig probleem. Verdienen, ja. Ik verdien met de kost, net als vroeger en met fietsen. En Piet heeft een zaak in lichaamsverzorgingsproducten voor pedicure. Zo lijkt het goed, hè? Ja. Kijk. Ja. Ik heb één vraagje. Ja, dat moet, hè. Seks voor de wedstrijd. Ja, ik had het me niet opgekomen. Ik hoorde net dat ik het moest vragen. Geeft geen probleem, denk sterker nog. Je zit ook een stuk lichter op de fiets en er zit niks meer in de weg, of? Ja, maar meestal was er niemand voor aardig. In de etappekoers niet. Dat was wel mooi. Dan zat ik in het voorjaar op trainingskamp en dan waren we om half voor 3-4 weken van huis. En dan op een gegeven moment zat ik op het trainingskamp en dan zagen ze de poetsvrouw lopen. En dan denk ik, jeetje, wat een lelijk wijf. Maar en hoe langer dat het duurt, hoe knapper dat ze werd. Een eer om met jullie te blijven praten. Met de mensen die Plo op de kaart hebben gezet. Het is werkelijk zo. Ze kennen hem overal. En ik hoop dat jullie kinderen de Van Katwijkse eer nog een beetje omhoog trekken.
En dat is allemaal goed komen. Hartstikke bedankt voor jullie openhartigheid. We zijn er, Fons, goed doorgetrokken. We hebben nog niet gesprint. Dat hoeft ook niet. Hè. Ze hebben nog mooi, dat was een training. Ja. Maar ik geloof niet dat ze overgenomen hebben. Nee, blijf gewoon in de wiel zitten. Nee, maar dat is het bedoelde, Jan, met, dat je een beetje te zaag bent. Je moet maar hard op. Ja. Maar goed, ik stap uit. Het was meneer. Hartstikke bedankt. En, Mensen, ik heb ze allemaal nog ergens een vet applaus. Tess, met je moeders, voor koffie! Gaan we verder met de muziek, ze zijn al helemaal klaar.